We zitten hier in Eetcafé Westgraag in Maasdijk. We zitten midden op het industrieterrein Koldhoven. 100 land zit hier in de buurt. Zeer druk, topdruk eigenlijk, 18 uur per dag. Dat kan ik natuurlijk niet alleen doen, dat doe ik met mijn compagnon Dennis en met mijn vrouw Jolanda. We doen ongeveer 300 tot 400 couverts in het eetcafé. Daarbij hebben we ook nog een catering gedeelte, dat doen we ook tussen de 200 en de 300 couverts. Ja, een collega werkt ook met Altersjaan, die deed heel veel couverts in een kleine keuken. Dus toen ben ik bij die meneer eens even gaan kijken en informeren. En ja, het haalt je pieken weg. En wij doen heel veel sperrips, alles doen wij met massa. En ja, hierdoor kun je voorwerken, een uur, twee, drie uur van tevoren kan je al starten met je bestellingen voor de avond. Ideaal. Het voordeel is dat je de stress weghaalt uit de keuken. Je hebt je product klaarstaan voor de gasten. Gasten hebben niet door hoe druk het is en hoe lang tot ze soms wat langer moeten wachten. Nee, totaal niet. Op het moment dat we ze voorgebakken hebben, gaan ze de Altersjaan in. Kan een langere tijd blijven leggen. Het biefstuk blijft net zo lekker alsof je thuis gegeten hebt. We hebben een warmhoudla voor de speeps, een warmhoudla voor de biefstukken en een saté, een warmhoudla voor de verse groenten. Een grote kabinetkast voor het vers afgebakken brood en een saus bij Marie. De Altersjaan heeft zeker wat veranderd in de keuken. De stress is bij de koks wat meer weggehaald. De hoge pieken kan je beter bestrijden. De grote vragen van de cateringgasten kunnen beter bestrijden. Ja, kortom, het is een verrijking voor de keuken.